financiering. Als het aan mij ligt, is dat volkomen transparant en openbaar. Verveen. Ja, dank u wel. Want ja, ik zou niet moeten denken dat ik zelf moet gaan zitten filmen daar. Dat is ook niet handig. Maar nog even dat punt van die geheimhouding. Ik heb gehoord wat u gezegd hebt. Natuurlijk kan het zijn, er zit ook een geheim stuk in over kosten van bepaalde verkeersmatige ingrepen. Ik kan me voorstellen dat je dat besloten wil hebben omdat je aannemers niet een voordeel wil geven. Want dat kost de samenleving geld. Maar in alle eerlijkheid, ik zie in de second opinion zelf, zie ik werkelijk niks waarvan ik denk, nou dat moet nou echt om die reden geheim blijven. Dus ik zou u ook echt nadruk willen vragen, want ik heb ook de vertrouwelijke stukken, roze stukken gezien, die deels afkomstig zijn van Feyenoord, Feyenoord City. Kunt u in ieder geval de boodschap overbrengen? Want ik snap misschien dat ze sommige stukken misschien niet prettig vinden dat het openbaar is, maar kunt u in ieder geval de boodschap overbrengen dat wij daar geen boodschap aan hebben? Alleen om die reden die u net noemt, dat is een reden. En als het om personen gaat, om het geheim te houden. En wat de gemeenteraad, alles verder gewoon openbaar. Mochten ze dat niet willen, dan zijn we uitgepraat. Nog even over de spelregels.